donderdag 16 november komen Dennis de Meijer en de mensen van Stream Media hier aan huis. We gaan het hebben over mijn boek Met dank aan de overkant en wie weet over wat nog allemaal. Dus donderdag 16 november, 20 uur, kijken en reageren. Dag Stream Media kijkers, hier zijn we dan live vanuit het bij Vincent Schultiens thuis. Dag Vincent. Dag Dennis. Welkom in onze studio en dank u dat wij hier te gast kunnen zijn. Met veel genoegen. Voilà, we gaan eraan beginnen aan deze live uitzending. We gaan al eerst en vooral beginnen met te zeggen dat jullie actief kunnen deelnemen aan ons gesprek door vragen te stellen. Vincent, jij ziet dat zitten om op de vragen te antwoorden? Absoluut, ja. Met veel plezier. Okay, dan gaan we eraan beginnen. Dus, het onderwerp van vandaag is... Even kijken. Dit boek, hè, Met dank aan de overkant. Ik ben zelf geen boekenlezer, dus ik heb het boek zelf nog niet gelezen, maar ik heb wel een aantal recensies gelezen. Mm-hmm. En Vincent, wat mij eigenlijk opviel, is dat het communautaire hakketak eigenlijk vanaf het begin van België al aanwezig was. Hè. Mm-hmm. En in je boek heb je de geschiedenis eigenlijk in 5 hoofdstukken opgedeeld. Mm-hmm, dat klopt, ja. En ik stel voor dat we gaan beginnen met het eerste. Ja. Mm-hmm. Ja, dus al sinds de oprichting van België, eigenlijk na 10 jaar of zoiets, Zijn de eerste communautaire problemen opgedoken. Ja, een eerste grote discussie, laat ons zeggen, of een discussie die... volgens mij toch ja, heel belangrijk was. In 1840 stellen een aantal mensen, groepjes in Antwerpen, Gent, Leuven, een verzoekschrift op, gericht aan de regering, aan de koning, aan het parlement, waarin ze vragen om voortaan in de eigen taal te kunnen functioneren op het vlak van lokale administratie in de gemeente, voor kleine rechtszaken, etc. Die taal heette toen nog niet het Nederlands, want het Nederlands was nog geen gestandaardiseerde taal. Men sprak van het Vlaams of het Nederduits zelf. En natuurlijk de omgangstaal in de administratie, in het officiële reilen en zeilen, was het Frans. En die mensen vonden dat dat ten eerste een probleem was voor alle mensen in de Vlaamse gebieden, want Vlaanderen bestond toen ook nog niet. Men noemde dat Vlaamse gebieden en je had Waalse gebieden. En die mensen vonden dat een nadeel, vooral voor eenvoudige mensen, en vonden dus dat dat in de eigen taal moest kunnen. Dat lijkt een zeer redelijke vraag, maar dat deed een heel belangrijk debat ontstaan, namelijk welk soort België willen we? Die Vlaamse letterheren, dat waren schoolmeesters onder elkaar, een aantal letterkundigen, etc., die dat verzoekschrift hadden opgesteld, die vonden dat precies de erkenning van dat Vlaams België zou onderscheiden van het grote naburige Frankrijk, want België was een jonge staat en het zou België meer legitimiteit geven. En daartegenover vonden de Franstaligen, nee, want als je dat doet, ten eerste, dat Vlaams, dat zijn maar een paar dialecten, dat is geen taal, dat is veel te zot. België gaat pas legitimiteit hebben als het Frans spreekt, want daardoor kan het aansluiten in Europa bij de beschaafde moderne landen, omdat toen het Frans eigenlijk de grote internationale omgangstaal was, zoals het Engels vandaag. En daardoor ontstond een vreemd debat, omdat alle twee, zowel die Vlaamse letterheren als die Franstaligen die erop reageerden, een Waalse beweging was er toen nog niet, maar als die Franstaligen die er toen op reageerden, die wilden eigenlijk allebei de beste Belgen zijn. Die wilden allebei tonen dat ze eigenlijk ja, België het sterkst konden maken. Ja, ja. Ja, ik had het, zoals ik het gelezen had, was het alsof de Vlamingen zeiden van wij zijn de beste Belgen
En dat de Walen dat ook zeiden, van wij zijn de beste Belgen. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus je kreeg dan een discussie over wie zijn eigenlijk de beste Belgen. Hè. Dus de anderen werden dan ook semi-patriotten genoemd. Maar dus het feit dat daar een eerste discussie ontstond, maakte ook dat men zich van elkaar ging onderscheiden. Aan die Franstaligen werd een zekere arrogantie verweten, een zekere slaafsheid aan Frankrijk. Hen werd verweten dat zij Franse waarden importeerden uit de verlichting die eigenlijk als anti-Vlaams beschouwd werden. Terwijl zij dus daartegenover Vlaanderen bijna automatisch gingen afschilderen als iets dat ja, voor voornamelijk ruraal was, dus van het platteland, en katholiek was tegenover dat seculaire Frankrijk. En andersom werden die Vlaamse gebieden en die Vlaamse mensen werden dan een beetje beschouwd als boerkes, een beetje achterlijk, et cetera. Dus dat was eigenlijk de eerste discussie. Ja. Oké. Ik ga hier heel even de deur moeten open doen. Ja, dat is dus, als je bij mensen thuis zit, dan heb je natuurlijk de kans dat er mensen aan de deur aanbellen. Ja. Dus, ja, beste kijkers, ik ga ondertussen gebruik nemen om een aantal aankondigingen te doen. Eerst en vooral, we hebben als Stream Media de zaak van Melissa Koop opgevolgd. Melissa Koop is een delegé van BBTK en zij werkt in het asielcentrum op Linkeroever. Het Rode Kruis heeft haar ontslagen en die zaak is voorgekomen bij de arbeidsrechtbank. In eerste aanleg heeft Melissa de zaak zonder problemen gewonnen en in beroep ook. Maar ondanks alles weigert het Rode Kruis Melissa terug aan te nemen, te reïntegreren en gaan ze nog steeds tot ontslag over. En dus bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd komende maandagochtend om 8 uur aan het asielcentrum in Linkeroever, want daar gaat er een actie zijn om de zaak van Melissa extra in het daglicht te stellen. Dus wij gaan ook live gaan maandagochtend vanaf 8 uur aan het asielcentrum. Voilà, deze kleine mededeling en Vincent is kleine terug. Maar belangrijke mededeling. Voilà, oké. Okay. Dus ja, Oké, dus we zijn even terug herhalen om de draad terug te vinden. Ja. Dus het eerste kritieke moment, of dat je het ook noemt, in die Vlaams-Waalse discussie, was al eigenlijk al vrij snel na het ontstaan van België. Ja. 10 jaar na datum ongeveer. Ja, hè? 1840, ja, 10 jaar na datum. En ja. Het kwam erop neer, als ik het goed onthouden heb, wat je juist gezegd hebt, dat de Franstaligen ons, de Vlamingen, dan boerkes vond. Ja, grof gezegd, maar... Men ging ervan uit dat inderdaad dat die gebieden onderontwikkeld waren en er beter aan deden van zeer goed Frans te leren om zich daar door een beetje te ontwikkelen en aan te sluiten bij wat men toen de beschaving en de moderniteit noemde. Inderdaad, ja. Inderdaad. Mm-hmm. Oké, dan het tweede kritieke moment in het boek. Ja, het tweede kritieke moment is het jaar 1912. Dat is een jaar dat al een beetje beschreven is geweest. Namelijk omdat dat het jaar is waarin de socialist Jules de Stree een brief schrijft aan koning Albert I, waarin hij zegt, sire, er zijn geen Belgen, er zijn Vlamingen en er zijn Walen. Maar in het boek probeer ik een beetje te kijken wat er zich dan afspeelt en van waar dat komt. En in 1912 zijn belangrijke verkiezingen. Namelijk, je hebt sinds 1884 in België een absolute katholieke meerderheid die ook een beetje een Vlaamse meerderheid was. Mm-hmm. En vanuit Franstalig België vooral wensen liberalen en socialisten, die dan ook al op het politieke toneel zijn gekomen, die wensen die katholieke meerderheid te breken. Dat mislukt. Het is te zeggen, in Wallonië halen die veel stemmen, maar in Vlaanderen niet. En je ziet daardoor een politieke scheiding van een katholieke Vlaanderen, maar dat qua bevolking in overtal is,
En dan die liberalen en socialisten die ook wel een bestaan hebben in Vlaanderen, maar vooral sterk staan in Wallonië, waar de katholieken dan weer minder sterk staan. En dus die mislukking en dus de voortzetting van die katholieke meerderheid leidt tot grote ontreddering, maar ook woede in Wallonië, waar men zich afvraagt hoe gaan we nu eigenlijk die Vlaamse pletwals kunnen tegenhouden. Want wat was er aan de hand? Sinds eind 19e eeuw had men door dat demografisch Vlaanderen in het voordeel was. Er werden meer kinderen gemaakt in Vlaanderen, er waren meer Vlamingen. En op het ritme van de democratisering, wat vooral het werk was van socialisten met stakingen en met acties, de democratisering van het stemrecht, de strijd voor algemeen stemrecht, hoe meer mensen mochten stemmen, hoe meer Vlamingen er daarbij waren, en dus ook hoe meer er dan voor die katholieke partij zou gestemd worden. Dat was de vrees. En men begreep niet goed vanuit Wallonië hoe men die pletwals zou kunnen tegenhouden. En men noemde dat dan ook een pletwals. En dus vanuit een soort ontreddering is dan de idee ontstaan, we moeten een bestuurlijke scheiding doorvoeren. Dat was eigenlijk voor het eerst, en vreemd genoeg vanuit de Waalse kant, een vraag om eigenlijk binnen België een eerste soort van scheiding te opereren. Dat is al inderdaad voor mij een opmerkelijk feit, want in deze tijd is het vooral een Vlaamse eis voor dus we kennen dat normaal van de Vlaamse, Vlaams-nationale bewegingen en groepen. Maar toen was dat eigenlijk vanuit een progressieve hoek in Wallonië, omdat men begreep dat er een soort drietrapsraket in werking was vanuit Vlaanderen. Namelijk 1, ze zijn met meer. 2, uit die meerderheid puren ze politieke meerderheid. En 3, door die politieke meerderheid kunnen ze steeds meer Vlaamse eisen doordrukken. En dus men vreesde dat daardoor heel Wallonië in de verdrukking zou komen. En meer, men vreesde zelfs dat die Vlamingen Wallonië zouden veroveren. Er werd dan gesproken in termen van imperialisme, etc. Terwijl in het hoofd van die Vlaamse beweging ging het erom van te zeggen, wij zijn achtergesteld en wij willen gewoon dezelfde rechten, wij willen dat onze taal formeel erkend wordt, etc. Maar dat werd in Wallonië helemaal anders gepercipieerd. En het is dus op dat ogenblik wat Jules de Stree doet met die open brief aan de koning, was niet iets dat dus uit de lucht kwam vallen, maar was eigenlijk het summum, het culminatiepunt, het toppunt van een inzicht dat al een tiental jaar aan het rijpen was, dat die Vlaamse beweging eigenlijk niet te stoppen was. Maar nog steeds op dat ogenblik was dat een Vlaamse beweging die volledig pro-België was. Ja. Dus in 1912 voerde men bijvoorbeeld strijd, dat was het hoofdpunt toen, voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Dat was iets waar alle Vlaamse partijen, zowel de katholieken als de liberalen als de socialisten, achter stonden. En je had dan de zogenaamde drie kraaiende hanen, de socialist Huismans, de katholiek Frank, de liberaal Frank en de katholiek Van Kuijelaar, die samen de boer opgingen, meetings deden, veel volk trokken, etc. Dat was de eerste keer dat die Vlaamse beweging een soort van massa-allure kreeg. En die was toen ook politiek zeer divers en pluralistisch, gaande van het rechtse katholieke blok tot de linkse socialisten, de BWP in die periode. En dus dat werd vanuit Wallonië met lede ogen aanzien en men zag dat als een soort van imperialistische beweging. Terwijl in Vlaanderen men dacht, wij hebben hier een universiteit en die is zelfs volledig Franstalig, dus we moeten hier nog een heleboel zaken inhalen, willen we tot een gelijkheid komen. Dus dat is eigenlijk het grote strijdpunt rond het jaar 1912. Maar je ziet, ik heb gezegd, die Vlaamse beweging kreeg toen massa-allures. In 1912 zie je dat die Waalse beweging ook voor het eerst een grote omvang kent. En meer bepaald,
Omdat er een, ja, bijna een soort van samenvallen gebeurt van de socialistische beweging in Wallonië en de Waalse aspiraties. Het grote boegbeeld van de Waalse beweging op dat ogenblik wordt Jules de Stree, die een zeer vooraanstaand socialist is, die open brief schrijft natuurlijk, maar je had nog andere belangrijke Waalse socialisten in die beweging. En dus meteen ook al een uitdaging voor de socialistische beweging in die periode, die allemaal unitaire partijen waren, dus de socialistische ook, om dat in eigen schoot een beetje te regelen, die spanningen tussen enerzijds een Camille Huismans die een zeer Vlaams gezin profiel had, en anderzijds Jules de Stree die de leider was van de Waalse beweging. Ja, opmerkelijk. Zeker als je naar de huidige situatie kijkt, toch wel degelijk een aantal belangrijke verschillen. Maar dan komt de oorlog. Ja. Maar de pre-oorlog situatie en de oorlog situatie. En daar denk ik dat het Vlaams nationalisme toch wel een aantal andere belangrijke vormen aanneemt. Ja, dus dat is het Vlaams nationalisme is dan ontstaan. Dus vroeger had men dan, tot dan had men een Vlaamse beweging, Vlaamsgezinde beweging of Flamingantische beweging, zoals de Walen zegden. Maar iedereen geloofde in een oplossing of een emancipatie binnen België. In 1939 is dat dan al helemaal veranderd. En wanneer is dat beginnen veranderen? Voor een stukje bij een aantal jonge studenticozen, intellectuelen voor de Eerste Wereldoorlog, maar die waren numeriek van weinig tel. Die zeiden, ja, België, dat gaat nooit meer goedkomen. En al die Vlaamsgezinde politiekers zijn verraders en die zitten daar in het parlement en die doen niets. Dat moet gaan gedaan zijn. We moeten Vlaanderen vrijmaken. Maar dat was, zoals we vandaag zouden zeggen, twee man en een paardenkop. Maar de Eerste Wereldoorlog verandert dat, en vooral naar het einde van de Eerste Wereldoorlog toe, wanneer heel België bezet is door Duitsland, maar behalve dat stuk in West-Vlaanderen, de Westhoek, aan het IJzerfront, waar jongens vechten, die aantallen zijn overdreven, maar er was een 60%, 65% van Vlaamse soldaten, meer dan Waalse soldaten, Franstalige soldaten, maar dan weer een overtal van Franstalige officieren. Ja. En dus, daar ontstaat een wrevel over, en ook en vooral omdat de koning, die nochtans waar die Vlaamsgezinde soldaten enorm bewonderend naar opkeken, want in de koning geloofden ze, van de koning en van de regering verwachten ze ook dat hun offer aan het front zich zou omzetten in vooruitgang van Vlaamse eisen en meer bepaald opnieuw die vernederlandsing van de Gentse universiteit. De regering weigert dat te beloven en die beweging radicaliseert aan dat front. En die begint een beetje afscheid te nemen van het idee dat het goed komt met Vlaanderen binnen België. En naar het einde van de oorlog toe sluit die beweging ook voor een deel aan bij wat we noemen de activisten. En dat was eigenlijk de eerste generatie van collaborateurs. Dat waren mensen die in bezet België dachten, als we nu samenwerken met de Duitse bezetter, dan kunnen we op een snellere manier, langs een binnenweg om het zo te zeggen, een aantal Vlaamse eisen binnenhalen. En effectief, de Duitse bezetter speelde daar zeer actief op in met een beleid dat men de Vlamenpolitiek noemde. Namelijk, de Duitse bezetter heeft met één pennetrek die Gentse universiteit vernederlandst. De Duitse bezetter heeft met één pennetrek de bestuurlijke scheiding doorgevoerd, et cetera, et cetera. Maar daar moet gezegd worden, het overgrote deel van de Vlaamse beweging vond dat geen goed idee, meedoen met de Duitsers. Ja. En dus was wel tegen dat activisme, maar begreep die activisten wel. Wat dan na de oorlog, ja, een eerste beweging voor amnestie en zo, want die mensen, die activisten, werden dan na de oorlog vervolgd. En dus je krijgt dan na de oorlog voor het eerst politieke partijvorming,
op Vlaamse, Vlaams-nationale basis. Dus een eerste partij, die noemde het Vlaamse Front, de Frontpartij. Mm-hmm. En die is dan zeer snel in het interbellum, dus de periode tussen de twee wereldoorlogen in, beginnen radicaliseren naar rechts en extreem rechts. En tegen 1934, wanneer het Vlaams-Nationaal Verbond wordt opgericht, zijn die Vlaams-nationalisten eigenlijk in de meerderheid en hebben die een soort claim bijna over de Vlaamse beweging. Je hebt een aantal zeer merkwaardige, overtuigde flaminganten die bijvoorbeeld voor het socialisme kiezen, zoals Herman Vos, of liberalen die men later in het verzet zal vinden, zoals Leo Augustijns. Maar de meesten zitten dan in een idee van de nieuwe orde, hebben naar Mussolini gekeken, hebben banden met Duitsland, hebben zelfs instrumenten die gefinancierd worden door de nazi's, etc. Je hebt dan zelfs concurrentie tussen een aantal groepen van wie ligt er in de bovenste schuif bij de nazi's, etc. En het Vlaams Nationaal Verbond gaat dan vanaf 34 eigenlijk voor een groot stuk het ritme bepalen in die Vlaamse beweging. En in 1939, het derde moment dat ik behandel, dan zitten we voor de oorlog. Mm-hmm. Natuurlijk, als je in 39 zit, weet je niet wanneer dat de oorlog gaat beginnen. Ja. Maar dan heb je een interessante discussie, omdat je dan denkt, ja, Hitler is aan de macht, fascisme aan de macht, je hebt de Spaanse burgeroorlog gehad, et cetera, et cetera. Dus mensen kijken daarnaar. Mm-hmm. En toch is het vreemd dat in België naar die dingen gekeken wordt, maar vanuit die bewegingen, dat die allemaal communautair ingekleurd worden, zelfs op zo'n moment. En waarover gaat dat dan bijvoorbeeld? Over de zogenaamde neutraliteitspolitiek. Dus België had een militair verbond met Frankrijk, en een aantal Vlaamsgezinden en rechtsgezinden vonden dat dat militair verbond moest afgezegd worden en zetten de koning onder druk, die dat ook heeft gedaan. Leopold III heeft dat militair verbond opgezet om geen ruzie te hebben met de Duitsers, zo gezegd. Ja. Waardoor dat die vanuit Wallonië werden verweten van aan de kant van de Duitsers te staan en ook werden verweten van die zeggen dat militair verbond op. En dus als de Duitsers Frankrijk aanvallen, ja, dan gaan die over ons grondgebied komen en dan gaan die Vlamingen die met hen meeheulen een beetje buiten schot laten. En dus die pre-oorlogtoestand is zeer communautair gekleurd met twee stereotyperingen van elkaar, namelijk de Walen, de Waalse beweging die zich volledig identificeert met het antifascisme. En die natuurlijk zegt, als ze naar het VNV kijkt, ja, Vlaanderen, dat kleurt rechts, extreem rechts, hè, dat is fascistoïd. Mm-hmm. Maar als ik me niet vergis, had je toch ook in Wallonië, in die periode, rechts, ja, bijvoorbeeld? Ja, dat is een zeer goede vraag. Dus je had vanaf 1936 rechts, die dat massaal doorbreekt. En rechts is eigenlijk een Belgische partij, maar overwegend een Franstalige partij. De meeste zetels haalt rechts, behalve een handjevol zetels, haalt rechts in Franstalig België. En haar leider, Léon de Grel, is ook een Franstalige. Het zijn geen Waalsgezinden. Ze zijn Belgisch gezind, ze zijn koningsgezind, ze zijn katholiek en ze zijn vooral fascistoïd. En ze kijken naar die autoritaire regimes die dan in Europa aan de macht zijn. Maar het is een probleem voor het idee dat de Waalse beweging van zichzelf maakt, namelijk het idee van wij zijn immuun voor het fascisme, want de Waalse ideeën en wat wij hier zijn is de facto democratisch en het is aan de overkant dat je rabiaat nationalisme hebt. En dat kan je moeilijk volhouden als je rechts hebt op je grondgebied, en te meer dat rechts in 1936 een verbond sluit met het Vlaams Nationaal Verbond, een alliantie. Mm-hmm. Nu, dat zal niet lang duren, maar ook in de oorlog heb je
Behalve Rex, want Leon de Grel zal dan Waalse SS-bataljons en zo oprichten en dus volledig in de militaire collaboratie gaan met Oostfront-soldaten, et cetera, zoals ook aan Vlaamse kant vanuit het VNV en andere groepen mensen het communisme ging bevechten, want dat was een karakteristiek van al die radicaal-rechtse groepen. Ze waren vooral anticommunistisch. Hè. Mm-hmm. En zelfs een groot deel van de katholieke partij schoof ook op sociaal-economisch naar corporatistische ideeën en was ook volledig doorspekt van anticommunisme. Hè. Dat was het grote gevaar. Ja, daar waren dus de pastoors en dergelijke die dat in de kerk opriepen om te gaan tegen de bolsjewieken. Uiteraard. Ja. En dus, maar wat je ziet, dat is dat je in de Waalse beweging ook een aantal figuren hebt gehad, geen onbelangrijke figuren, die ook in de collaboratie zijn gestapt, maar dan eigenlijk vanuit typisch vanuit die Waalse beweging, vanuit een kijk naar Frankrijk. En wat was in Frankrijk aan de hand? Een deel was bezet door Duitsland en dan had je zogezegd het vrije Frankrijk, dat een marionettenregime was van Nazi-Duitsland, het regime van Pétain. En je had een aantal Waalse figuren die probeerden van een akkoord te krijgen en van samen te werken met dat regime van Pétain. En dat is iets dat achteraf haak staat op de beeldvorming dat de Waalse beweging had van zichzelf en dat ook een beetje is weggemoffeld geweest. Mm-hmm. Maar anderzijds, het beeld van de Vlaamse beweging en Vlaanderen als helemaal radicaal rechts moffelt ook weg dat je in Vlaanderen bijvoorbeeld ook gewapend verzet had tegen de Duitse bezetter, dat je in Vlaanderen ook communisten had, dat je het onafhankelijkheidsfront had, dat je gewapende partizanen had, etcetera, etcetera. Ja. Dus de beelden moeten aan beide kanten een beetje genuanceerd worden. Het gaat over stereotypen tegenover elkaar om de eigen identiteit sterker te doen uit de verf te komen. Ja. Mm-hmm. Je hebt, om even in die tijd te blijven, ook een groepering zoals als Verdinazo. Ja, ja. Hoe situeerde die zich dan in heel dat verhaal? Wel, Verdinazo is een organisatie die werd geleid door Joris van Severen, maar Joris van Severen heeft de beweging niet tot op het einde kunnen meemaken. Hij is in 1940, in de zomer van 1940, weggevoerd naar Frankrijk en daar doodgeschoten. Van Severen komt uit de Vlaamse beweging. Als ik zeg de frontsoldaten, Van Severen was een jonge officier, Vlaamsgezind. En zoals al die Vlaamsgezinde officieren werkte die nauw samen met Cyril Verschaven, de onderpastoor van Alveringen, die een beetje de mentor was van die jonge garde Vlaamse intellectuelen. Verschaven zal in de Tweede... Verschaven wordt dan ook lid van Verdinazo later en zal in de Tweede Wereldoorlog volop in de collaboratie gaan, et cetera. Goed, maar die Van Severen, een zeer opmerkelijke figuur, die probeert een soort echt fascisme te vestigen in België. En daardoor neemt hij voor een stuk afstand van het Vlaams nationalisme. Mm-hmm. Hij zegt, dat is niet ernstig, zegt hij, vanaf begin jaren 30. En in 1934 voert hij iets in wat hij de nieuwe Mars noemt, de nieuwe Marsrichting van het Verdinazo. En een droomgebied wordt eigenlijk zoiets dat een beetje een voortzetting moet zijn van wat vroeger het Bourgondische Rijk was. En dus Vlaams nationale onafhankelijkheid speelt daarin geen rol meer. Ja. En zij voeren hevige polemiek met het VNV, waarvan zij vinden dat die eigenlijk te veel bezig zijn met zaken die er niet echt toe doen. Voor Van Severen was er vooral in de eerste plaats een autoritair regime te vestigen. Ja, een soort authentiek Belgisch fascisme. Hij heeft het niet kunnen vervolmaken. Het zou interessant geweest zijn om te zien hoe Van Severen zich in de oorlog zou gedragen hebben. Want wat is nu het vreemde van dat Verdinazo? Dat bijvoorbeeld een aantal van die militanten, dus die begonnen waren als radicaal rechtse Vlaams nationalisten, dan fascisten worden. Of een soort van autoritaire nieuwe orde idee proberen te vestigen. Maar Belgicist worden op een of andere manier. Hè. Mm-hmm. Pro-België als een begin van een soort eerder Bourgondisch Rijk, et cetera. En dus wanneer België dan bezet wordt door
Nazi-Duitsland, door het Duitse leger, gaan een aantal mensen van die Ferdinazo-groepen in het verzet om België te bevrijden en te vrijwaren. En je hebt, en dat weten we natuurlijk van de moord op Julien Lahaut in 1950, et cetera, dat je uit het verzet een heleboel elementen had die zeer rechts waren, zeer Belgisch gezind, achter Leopold, koning Leopold III, voor een autoritair regime en nog steeds anticommunistisch tot en met. En dus ja, dat is een van de vreemde zaken. En dus dat Ferdinazo zit dan uiteindelijk, het wordt er met het Ferdinazo, zoals het zich dan verder ontwikkelt in die oorlog, dat wordt gedwongen met een fusie, in een fusie met het VNV van hoge rand, onder druk van de Duitsers, die zeggen zich, al die Belgische, al die Vlaamse clubjes, whatever, dat moet gaan gedaan zijn, dat moet een beetje gestroomlijnd worden. Maar goed. Als ik het verhaal zo hoor, was dat toch wel een heel verwarrende periode voor veel mensen, denk ik dan. Want je krijgt er heel veel verschillende krachten die het eigenlijk wel in heel veel gevallen tegen elkaar opboksen. En rare samenwerkingen aangaan met anderen. Allee, je kunt het in deze tijd eigenlijk niet voorstellen. Ja, in deze tijd natuurlijk ook veel krachten en ook veel ruzietjes en zo. Hè. Maar je hebt wel, dat is een uitgesproken periode van politieke radicalisering, zowel naar rechts als naar links. Dat heeft te maken met de generatie die uit de Eerste Wereldoorlog komt. Hè. Een generatie die van jonge mensen, die dus samen een zeer ingrijpende ervaring heeft meegemaakt. En die dan uit die oorlog komt en eigenlijk op het punt staan van een soort van invloed te hebben in de samenleving. En die dan ideeën beginnen te ontwikkelen. Je merkt dat is geen typisch Vlaams, Waals of Belgisch fenomeen. Dat is een Europees fenomeen. Je hebt dat ook in Italië gehad. Je hebt dat ook in Duitsland gehad. Je vindt daar veel sporen van terug in de literatuur. En sommige van die mensen worden radicaal socialist of communistisch vanaf 1917, de Oktoberrevolutie, vandaag 100 jaar geleden. Dat was dan ineens een nieuw paradigma, een nieuw voorbeeld voor veel van die jonge mensen die zeiden, voilà, we zijn het beu van tegen elkaar te vechten, de arbeiders van Duitsland tegen de arbeiders van Frankrijk. Dit is de weg dat we moeten opgaan, we moeten zelf de macht grijpen, het internationale proletariaat, de wereldrevolutie, et cetera, et cetera. Maar je had ook die nieuwe orde-ideeën, die dat zeiden, er moet orde zijn, er moet dit en dat. En ook met voorbeelden, het Italië van Mussolini vanaf 1922 en Nazi-Duitsland vanaf eind januari 1933 en dan de ontwikkelingen binnen Duitsland natuurlijk. Oké, dan, dat is dan de oorlogsperiode. Dan denk ik in je volgende hoofdstuk, dan springen we een aantal jaar verder. En dan denk ik dat we eindigen in de jaren 60. Ja, dan heb je de grote staking, de staking van de eeuw, zoals ze genoemd wordt, hè, in de winter van 1960-61. Ik kan even u meer in beeld brengen. Ja. Misschien een beetje, voor de nelf terug. dat is beter. Ja. Dus je hebt dan de staking van 60-61, dat een belangrijke staking is. Ja. En die vooral, er wordt ook heel veel in Vlaanderen gestaakt, daar niet van, maar die staking wordt vooral gedragen in Wallonië. En een van de belangrijkste stakingsleiders is André Renard. André Renard, die een radicaal socialist is. Hij is lid van het secretariaat van het ABVV. Maar hij is ook Waalsgezind. En hij neemt eigenlijk ook een beetje een voorbeeld aan Jules Destree. En hij heeft eigenlijk een beetje eenzelfde soort van gevolgtrekking. Namelijk, Vlaanderen is niet mee of wil niet mee. Wij moeten op een of andere manier streven naar een federalisme. En tegelijkertijd had hij een aantal plannen, zoals anticapitalistische structuurhervormingen, ingrepen in de economie, nationaliseringen, etc. Maar hij vond dat
Vlaanderen daar een stukje een blok aan het been was. Hij neemt bijvoorbeeld ontslag uit het bestuur van het ABVV om zijn eigen beweging op te richten, de Mouvement Populaire Wallon, letterlijk de Waalse volksbeweging. Ze hadden daarvoor gekeken naar de Vlaamse volksbeweging die in 1954 opgericht was. Zij richten dat in 1961 op. Een soort drukkingsbeweging die niet een nieuwe vakbond is, maar ook niet een nieuwe politieke partij. En die tegelijkertijd zeer links is, want ja, een soort ja, van anticapitalistische mind heeft, maar tegelijkertijd Waals federalistisch is. Dus opnieuw de idee van, ja, je moet een soort scheiding doorvoeren om dan binnen Wallonië te kunnen doen wat we willen doen. Het rare is dat daar zeer vreemde trekjes aan zijn voor zo'n progressieve beweging, omdat op dat ogenblik bijvoorbeeld in Vlaanderen, het is ook het moment waarop dat je het economische omslagpunt hebt in België, wat al lang zat aan te komen, dat het aanvankelijk geïndustrialiseerde Wallonië zeker na de Tweede Wereldoorlog in ademnood geraakte, niet vernieuwd is geweest, en dat er zich een nieuwe economische activiteit in Vlaanderen begint te ontwikkelen, vooral met de ontginning van de Limburgse steenkoolmijnen een tijd terug, en dan met de industrialisering van de Gentse kanaalzone. En je merkt dan dat die MPW van André Renard bijvoorbeeld zeer hard van leer trekt tegen bijvoorbeeld de implanting van het bedrijf Sitmar. Hè. Ze vinden dat een aanslag op Wallonië. Dus dat is zeer raar dat een progressieve Waalse beweging zich kant tegen het creëren van arbeidsplaatsen voor arbeiders in Vlaanderen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat zijn kameraden, hè. We gaan daar contact mee zoeken. Toch bekijken, ja. Inderdaad, dus dat was een zeer, zeer vreemde gevolgtrekking van de idee dat Vlaanderen, ja, zoals in 1912, katholiek, links is er niet in de meerderheid, en dus Vlaanderen houdt ons tegen en Vlaanderen verhindert ons van, et cetera, et cetera. En dus dat tegen de achtergrond van ja, een omslagpunt dat er al lang zat aan te komen. Want ook in de brief van de Stree in 1912 al hoor je een klacht over hoe, volgens hem, Vlaanderen economisch bevoordeeld werd ten opzichte van Wallonië. Dat was de grote klacht ook, van André Renard in de periode 60-61. Uiteraard, André Renard komt onverwacht te overlijden in 1961. Het is André Genot die zijn beweging overneemt samen met een aantal andere mensen. En die MPW is een beetje vis nog vlees, omdat je hebt de machtige socialistische partij in Wallonië, je hebt het sterke FCTB na de oorlog, en je hebt die MPW daartussen, die en geen partij en geen vakbond is, maar een soort van drukkingsbeweging. En vroeg of laat moet je dan iets kiezen. En wat je ziet, dat is dat uit dat MPW nieuwe partijvorming ontstaat, naar de jaren eind van de jaren 60 toe, en die ook invloed zal hebben, maar die er op geen enkel moment in zal slagen van de hegemonie van de Waalse socialisten te doorbreken. Uit de MPW komt bijvoorbeeld een kleine, vrij radicaal linkse partij, de Parti Wallon de Travailleur, later het Rassemblement Wallon, en nog later, niet rechtstreeks daaruit, heb je naast het Rassemblement Wallon, dat een Wallingantische partij is, krijg je dan vanuit Brussel, de Franstalige Brusselaars, het FDF, het Front des Francophones. En waarbij je dan meteen in iets zit dat ook in die Waalse beweging al vanaf eigenlijk begin van de 20e eeuw wordt meegedragen, namelijk een spanning tussen Walen van Wallonië die zeggen, wij moeten Wallonië afschermen van die Vlamingen en dan kunnen we onze zin doen, en Franstaligen die dat precies vrezen, omdat ze dan in Brussel en aanvankelijk ook in Vlaanderen in de steek zouden gelaten worden en een aantal posities zouden moeten opgeven. Men weet bijvoorbeeld helemaal in het begin, als Frans de
officiële omgangstaal was, was dat gemakkelijk voor Franstaligen ook om hier goede ambtenarenjobs te hebben en in Brussel, etc. Ook al waren die totaal Nederlands onkundig. Dus met de erkenning van het Nederlands zagen zij dat als een aanslag. Je moest tweetalig zijn en dat waren ze niet. Ja. En dus vroeger waren zij de enigen die konden profiteren van opwaartse sociale mobiliteit. En Vlamingen die wilden opklimmen op de maatschappelijke ladder, moesten Frans leren, Frans spreken en konden zich zo verweren. Dus dat is allemaal gedaan in die periode. Maar je hebt een spanning in die Waalse beweging dus, in die Franstaligheid tussen ja, de Franstaligen en de Waalse beweging. En dat gaat verder tot op de dag van vandaag. Hè. In België zijn, in Vlaanderen heb je de gewesten en gemeenschappen die gefusioneerd zijn. Het Vlaams gewest, Vlaamse gemeenschap, je hebt één Vlaams parlement. In Wallonië heb je nog steeds het Waals parlement. Ja. En dan het parlement van de Franse gemeenschap, dat nu de Fédération Wallonie-Bruxelles noemt. Hè, waar je ziet Wallonie-Bruxelles. En dus het is altijd een beetje een discussie, en ook binnen de Parti Socialist, van trekken we de Franstalige kaart of trekken we de Waalse kaart. Hè? In de jaren 80 trekt Spitaals op zeker ogenblik een beetje de Waalse kaart met José Appart. En dan is men verschrikt. Maar zo heeft de Vlaamse beweging ook sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog dus ook een soort schisma over gaan we Vlaanderen emanciperen binnen België, want daar hebben we de krachtsverhouding voor, of dan de Vlaams-nationalisten die dat zeggen, moet België barsten of moet België verdampen of moeten we, weet ik veel. Dus dat is ook een schisma die in die Vlaamse beweging dan weer tussen ja, Vlaamsgezinden en Vlaams-nationalisten ook altijd is blijven doorspelen. Opmerkelijk. Ik heb hier al een aantal zaken gehoord die ik echt niet wist en dankzij Vincent begin je toch wel een aantal zaken te dagen. Ik kan nog even herhalen, kijkers. Jullie zijn ondertussen toch al met een aantal mensen. Jullie mogen gerust een aantal vragen stellen. Wij kunnen hier gerust alles monitoren. En ja, we wachten op jullie vragen. Oké, dus de jaren 60, grote staking. Die periode zijn we dan voorbij. En hoe evolueert het dan nog verder? Wel, op dat ogenblik begint eigenlijk een beetje de idee te rijpen, zowel van onderuit waar men federalisme wil, waar men wil bevoegdheden voor de eigen regio in Wallonië, maar ook in Vlaanderen. Je hebt dan ook partijvorming in de naoorlog vanuit Vlaanderen met de stichting van de Volksunie, ook rond 54 ongeveer, en dan verder. Je hebt de Vlaamse marsen, die dan plaatsvinden in Brussel begin jaren 60, 60, 61, 62. Dus dat is dan Leuven, Vlaams en dergelijke. Leuven, Vlaams is iets later, maar dus die Vlaamse beweging die dan ook pluralistisch is en die zich massaal manifesteert. En dus de idee die daar naar boven komt is een soort idee van er moet federalisme komen. Dus er moeten op het niveau van de subnatie onder België moeten er ook structuren komen met eigen bevoegdheden, met eigen ruimte, eigen zuurstof. Dat is een idee dat rijpt van onderuit langs beide kanten. En tegelijkertijd zie je van bovenaf eigenlijk dat de elites in België, zeg maar, dat idee ook genegen worden, omdat zij begrijpen als we België willen samenhouden, dan gaan we toch die unitaire staat ja, op een of andere manier moeten een beetje versoepelen om ja, grote escalaties en dat soort zaken te vermijden en om een zekere stabiliteit te hebben. En je ziet dat bijvoorbeeld, je hebt dan de commissie Harmel van de latere premier Pierre Harmel, waarin dan wordt gekeken hoe worden al die dingen, hoe kunnen we al die dingen regelen? De taalgrens wordt dan officieel gemaakt, et cetera, et cetera. En dus je krijgt dan stilaan ja, een soort ja, opstap naar een eerste staatshervorming. En dan heb je de eeuwige discussie
Wat is dat, een staatshervorming waarmee je eigenlijk bevoegdheden geeft? Je kan zeggen, daar red je eigenlijk de natie mee, want je herstelt rust, je geeft een beetje toe, maar je kan ook zeggen, dat heeft een tegengesteld effect, want het brengt een dynamiek in gang waar het nooit genoeg is en mensen steeds meer op dat niveau steeds meer bevoegdheden moeten hebben. En dus die spanning is vanaf dan ook aanwezig. We zitten intussen al aan 6 staatshervormingen. En nog steeds is het voor een aantal mensen niet genoeg. Als we vandaag luisteren naar de N-VA, tenminste verbaal, als je luistert naar een aantal andere mensen in de Vlaamse beweging, dan spreekt men vandaag van confederalisme, et cetera, et cetera. In de Waalse beweging is dat op zeker ogenblik een beetje opgehouden, omdat men vooral vragende partij was voor financiering, voor bijvoorbeeld het Franstalig onderwijs, voor een hernieuwing van de economie, want de oude staalindustrie, et cetera, et cetera. En de scherpe Waalse socialistische profilering met José Appart in de jaren 80 is daarna een beetje veranderd. Hè. Het is een beetje vreemd. Als je kijkt bijvoorbeeld, dat is een goed vergelijkingspunt, als je kijkt naar de koningskwestie in de jaren 50, de terugkeer van Leopold III, dan was in Vlaanderen een meerderheid voor de terugkeer van een koning, van wie gezegd werd dat hij te dicht tegen de Duitsers had aangeschurkt. Inbegrepen radicaal rechtse Vlaams gezinde. Hè. Bijvoorbeeld het krantje, het Palieterke was toen opgericht en voerde campagne voor de terugkeer van Leopold III. Dat zouden ze vandaag niet doen. En in Wallonië, en in het linkse Wallonië, was men in overgrote meerderheid tegen de terugkeer van die koning. Als je vandaag kijkt naar een aantal peilingen over de populariteit van het koningshuis, zie je dat die veel populairder zijn in Wallonië dan in Vlaanderen. Ja. Daaraan zie je een beetje die omslag. En als je dan nu de situatie nu bekijkt, ik zie, als ik het, ik heb van op afstand bekijk, dan zie je eigenlijk het communautaire gehackentak elke keer terugkomen, maar niet altijd in dezelfde vorm. Dat wordt dan beïnvloed door externe, grotere verhalen, op globaal niveau, denk ik dan. En ook economische zaken, zoals in Wallonië dan de achteruitgang van de staalindustrie en dergelijke. En het feit dat hier in Vlaanderen de diensteneconomie boomt. Dus dat zijn allemaal factoren die daar inderdaad een effect op hebben. Nu, we gaan, want we zijn al lang bezig trouwens, het is al half 10. En we gaan nog natuurlijk over Catalonië moeten hebben. Er zijn ook veel mensen op het wachten. We kunnen het bruggetje nu maken. Maar eerst even toch over het huidige politieke klimaat hier in België. Hoe kijk jij er tegenover? Hoe sta jij er tegenover? Wat zijn jouw verwachtingen naar de N-VA bijvoorbeeld? En het Vlaams Belang, want binnenkort zijn het verkiezingen, in eerste gemeenteraadsverkiezingen. Antwerpen, waar we nu in zijn, dat gaat toch wel een heel spannende zaak worden. En daarna, het jaar daarna, zijn het federale verkiezingen. Twee belangrijke momenten toch wel. Als ik naar de N-VA kijk, ik zal me daar vooral op focussen, dan zie ik een partij een beetje met een praktijk die A zegt en een discours dat B zegt. De praktijk, en dit is de praktijk die domineert, die zegt we moeten voorrang geven aan wat ze economisch herstel noemt. Dus de doorvoering van en de verdieping van een neoliberale politiek. Dat is waarom dat de N-VA in de federale regering zit en dat is ook de manier waarop ze een beetje, alhoewel minder duidelijk, in de Vlaamse regering het stuurwiel in handen heeft. Dus dat is de prioriteit. En het idee van confederalisme of van separatisme, dat leeft in de geesten van die mensen en in hun statuten, dat is een beetje opzij gezet.
tot ongenoegen van een aantal meer marginale figuren rond die partij. Door marginaal in de zin dat die niet doorwegen. Hè. Dus die bewijzen lippendienst aan het Vlaams nationalisme en het verder doorgroeien ervan, maar het is hoofdzakelijk een neoliberale partij. Dat is ook een van de redenen waarom Open VLD zo machteloos in de verdrukking zit en stilaan tot klein rechts begint behoren. Ik denk dat de N-VA die politiek nog een tijdje zal doorzetten. En natuurlijk vergt dat dat ze dat compenseert. Ze compenseert dat door wat spierballige rol over Catalonië. Maar zij voert helemaal niet dezelfde strategie als die Catalaanse rechtse nationalisten die zich in een avontuur hebben gestort van eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring, van deelnemen aan verkiezingen in 2015 waar ze de verkiezingen tot een soort plebiscit rond onafhankelijkheid hebben uitgeroepen. Dat is wat de N-VA net niet doet. Hè. De N-VA gaat in 2019 niet naar de verkiezingen met het voorstel stem voor ons voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Dat zal ze niet doen. Ze zal zeggen, stem voor ons voor 1. Economisch herstel, 2. Veiligheid en 3. Identiteit. Hè. Dat zijn de prioriteiten van de N-VA. Dus zij is eigenlijk vooral nu op dit ogenblik een harde neoliberale partij met ook een zeer hard gespierd repressief beleid tegenover nieuwkomers, vluchtelingen, etc. Je ziet in Europa veel van die partijen die, zij maakt veel ruzie met de Partido Popular, maar ze zijn eigenlijk zeer vergelijkbaar. Partido Popular is ook een zeer harde neoliberale bezuinigingspartij en is ook een partij die zeer hard is in de vluchtelingenproblematiek, asielbeleid, etc. En je ziet dat harde neoliberale beleid in tal van Europese landen bij de partijen die daar de kop van nemen ook stilaan tot autoritaire trekjes begint te leiden. Ja. Dat zie je bij de Partido Popular, je ziet dat ook bij de N-VA. Ik kan even tegenhouden, voordat we volledig in Catalonië zitten, want we hebben hier een eerste vraag, dames en heren. Van Tina de Bruin. Werd de Vlaamse beweging ooit gedragen door een vakbondpartij? Of was dit eerder een culturele beweging? Het was een beweging die vooral een culturele beweging was. Hè, een beweging die zich ontwikkeld heeft rond taaleisen. Het achterstelling van de taal proberen recht te zetten. Op dat vlak kan men ook spreken van cultuurflamingantisme, ook in bredere zin, dat men vond dat om Vlaanderen op een gelijke positie te brengen met de Franstaligheid, dat er moest geïnvesteerd worden in onderwijs in eigen taal, in culturele expressie van eigen taal, etc., wat men dan noemde Vlaamse volkskracht, met Lodewijk de Raad, etc. Dus dat soort cultuurflamingantisme was inderdaad sterk aanwezig. Dat had een emancipatorische een emancipatorische belofte, maar op een paternalistische manier. Het was voor de mensen, maar niet door de mensen. Hè. Dus het waren je moest opgevoed worden en je moest gesterkt worden, maar je moest vooral niet zelf initiatief in handen gaan nemen. De vakbonden en de politieke partijen, dus de politieke partijen, dat heb ik al gezegd, in het begin, rond 1910, heb je een pluralistische Vlaamse beweging die dan gedragen wordt niet alleen door katholieken, maar ook door liberalen en door socialisten. De liberalen hebben bij het begin van de Vlaamse beweging een zeer belangrijke rol gespeeld op verschillende plaatsen. En de socialisten hebben zich ook vaak op een flamingantische wijze geuit, met de sociale dimensie erbij. In
Op zeker ogenblik in de jaren 30 heeft de communistische partij ook de Vlaamse vlag overgenomen en geprobeerd van daar met symboliek rond Tijl Uilenspiegel, etc. proberen van zich ook zo beter in te wortelen in Vlaanderen. En de vakbond, dat is een ander verhaal, omdat, en ook vrij kort daarop de socialisten en heel het linkerveld, omdat natuurlijk in dat interbellum met die politieke radicalisering en polarisering rechts, links en die beelden van elkaar, wordt Vlaanderen en de Vlaamse beweging en de Vlaamse gezindheid en de Vlaamse strijd steeds meer gezien als iets dat ja, voornamelijk katholiek is, voornamelijk rechts is, dus dat is iets dat uit de 19e eeuw komt, maar dat dan helemaal geconsolideerd lijkt. En omdat dat zo rechts is, krijg je bijvoorbeeld een aantal linkse socialisten die zeggen, kijk, daar doe ik niet aan mee, want dat is rechts. Terwijl daar natuurlijk een grond is om ook sociale strijd te voeren. Hè. Mm-hmm. Het doet me soms een beetje denken aan de linkse mensen die vandaag zeggen, ik ben voor Spanje en tegen Catalonië. Ik zeg niet dat je moet omgekeerd zijn en dat het allemaal zo simpel is. Maar dat is omdat ze van hieruit zo'n afkeer hebben van het Vlaams nationalisme, dat ze denken dat al die nationalisten even rechts zijn. En dan gaan ze maar aan de kant staan van iets dat ze denken dat is een beetje zoals België, terwijl dat ze naast een zeer autoritair, repressief en ook corrupt regime staan, dat het regime van de Partido Popular is in Spanje. En dus de vakbonden die eigenlijk heel veel gedaan hebben voor de democratisering, het algemeen stemrecht, etc. En eigenlijk op dat punt eigenlijk ongewild de Vlaamse beweging groot hebben gemaakt, hè, want het waren de katholieke partij die het meeste baat had bij die democratisering van het stemrecht, terwijl het de socialisten waren die ervoor vochten. Die heeft zich nooit geïdentificeerd op een nadrukkelijke manier met dat nationale of subnationale idee. En de structuren zijn ook altijd van de vakbeweging, de structuren zijn ook altijd nationaal gebleven. En vandaag is daar natuurlijk een zeer belangrijke nieuw gegeven in. Wanneer we spreken over een splitsing van België, dan zeggen linkse mensen, en niet ten onrechte, ja, maar hier is samen iets verworven, hier is samen een sociale zekerheid opgebouwd dat het werk is geweest van de strijd van de werkende mensen in de eerste plaats. En met een opbreken van België gooi je dat te grabbel. En dus dat maakt dat ook vandaag linkse mensen overwegend, ja, daarom niet pro-Belgisch zullen zijn, maar toch niet Vlaams-nationalist zullen zijn, omdat zij kijken naar die gemeenschappelijke verworvenheden, wat het resultaat is, wat de som is van de solidariteit tussen Vlaamse en Waalse arbeiders. En wat dat betreft heb je natuurlijk de laatste 2 jaar een aantal serieuze veranderingen in het politieke landschap hier in België. En als we naar Wallonië gaan kijken, de situatie van de PS is op dit moment toch wel serieus veranderd. Dat onder invloed van de PvdA, want de PvdA is toch altijd een unitaire partij. Hè? Dus hoe zie je dat verhaal verder verlopen? Ja, wel, als we... Misschien kan ik dat best beantwoorden door terug over de N-VA te beginnen. Dus de peilingen geven op dit ogenblik de PTB in Wallonië zeer hoge scores. Hè. De PTB zou wel eens de grote verrassing kunnen worden van de verkiezingen, zeker in Wallonië. En de PS zit in de verdrukking. Maar dat is net iets dat een beetje past in de strategie van de N-VA, namelijk zelf geen initiatief nemen op communautair vlak, maar eigenlijk de mensen laten zien dat Vlaanderen en Wallonië zo fel uit elkaar groeien dat iedereen wel tot de vaststelling komt, oké, ja, we hebben 2 democratieën, oké, ja, ze hebben niks met elkaar te maken en inderdaad, we kunnen maar beter in alle vriendschap scheiden. Want wat zegt bijvoorbeeld Bart De Wever? Die zegt, kijk,
Wallonië is altijd links geweest, is altijd socialist geweest, is altijd PS geweest. Vlaanderen is centrumrechts. Hè. Je mag centrum laten vallen als je wil. Hè. Mm-hmm. Maar, zegt hij, nu wordt het nog duidelijker dat we niks met elkaar te maken hebben met de PTB. Mm-hmm. Binnenkort is Wallonië communistisch. Wat moeten wij daar in Vlaanderen in godsnaam mee aanvangen? Dus je kan eigenlijk zeggen dat de N-VA, ik noem het haar uitrookstrategie, dus zij probeert Vlaanderen zodanig naar rechts te doen evolueren en is niet rouwvol over het feit dat Wallonië linkser zou gaan, omdat dat net haar stelling zou aantonen dat er ja, eigenlijk niks gemeenschappelijks meer is tussen het ene en het andere. Uh-huh. En dus je zou eigenlijk met een boutade kunnen stellen dat de N-VA sterk rekent op de PTB bij de volgende verkiezingen. Ja, ze hebben al gezegd van, dat ze gerust willen samenzitten als de PvdA wint om over die zaken te praten. Maar ja, de PvdA heeft al gezegd van, no way. Hè? Mm-hmm. Nu, ik heb hier ondertussen nog een andere vraag. Tina heeft gezegd, dank u voor het antwoord. Graag gedaan. Gerard van Elzen. Is de huidige nadruk op het economische geen afleidingsmanoeuvre van de N-VA? Zal de harde onafhankelijkheidseis niet terugkomen wanneer ze denken dat het draagvlak gegroeid is? Ja, dat is inderdaad een terechte vraag. Ik heb al gezegd, ze spelen de communautaire kaart niet nadrukkelijk, maar ze verwachten dat die eigenlijk vanuit Wallonië zal gespeeld worden door de twee te laten uit elkaar groeien. Het zou ook kunnen dat wanneer men merkt dat in Vlaanderen er ineens een grote hang komt naar een scheiding of naar dat men zegt, oh, we worden bang van Wallonië, want dat kleurt communistisch en binnenkort is het in Vlaanderen misschien ook zo en meer, dat ze dan eigenlijk de leiding zouden nemen van een nieuwe beweging richting confederalisme of onafhankelijkheid. Maar die kans is klein. Die kans is klein volgens mij, om niet te zeggen onbestaande. Ten eerste omdat dat draagvlak er niet is. Mm-hmm. Als je in Vlaanderen een referendum zou houden over onafhankelijkheid van Vlaanderen, ik heb het onlangs nog gevraagd aan een aantal politicologen en sociologen die betrokken waren bij een aantal studies waar daarnaar gemeten is. Dat varieert. In het beste geval halen de mensen die daarvoor zijn, voor een scheiding van Vlaanderen van België, die halen tussen de 20% à 30%. Mm-hmm. Dat is minder dan wat N-VA haalt met een rechts sociaal-economisch programma zonder de nadruk op separatisme. Dus moest ze dat doen, hè, zoals de Catalaanse nationalisten een plebiscit maken van de volgende verkiezingen rond separatisme, dan zou ze eigenlijk ja, een beetje naakt komen te staan, want mensen zouden zeggen, ja, dat zie ik niet zitten. Een tweede zaak is natuurlijk de aard van afscheiding. Als je bijvoorbeeld zegt Catalonië scheiden van Spanje, dan zou dat in theorie, zeg ik, in theorie zou je dat kunnen doen, dat stuk afscheiden van Spanje. Als je Vlaanderen wil scheiden van België, dan zit je met Brussel, het Brussels probleem, waar tot nu toe geen zinnig mens een geloofwaardig antwoord heeft opgegeven. De Vlaamse beweging zegt altijd, wij laten Brussel niet los. Hè. Maar wat betekent dat? Wat ga je doen? Hè? Wat ga je doen? Hoe ga je dat dan doen? Een onafhankelijk Vlaanderen met Brussel. Dat lijkt mij niet oplosbaar. En over dat Brussel, en dat wordt te vaak vergeten, denk ik. Ondertussen is Brussel gegroeid, heeft een eigen dynamiek. En de mensen die in Brussel wonen, de Brusselaars van vandaag, dus alle mensen die daar zijn, die beschouwen zich eigenlijk niet Vlaams en ook niet Waals. En je krijgt daar de totstandkoming van een nieuwe soort, ik weet niet of het subnationaal is, maar een nieuw soort gevoel. En dat zijn mensen die gaan nooit meestappen in een verhaal van onafhankelijk Vlaanderen. Dat zijn mensen die eventueel wel bereid zijn van hun kinderen naar Nederlandstalige scholen te sturen in Brussel voor het goede onderwijs of voor een Nederlandse basis, etc. Maar
Ik denk dat de N-VA met haar scheiding van Vlaanderen van België nog niet klaar is. En dan zou voor de N-VA ook de Catalaanse les meteen zeer reëel worden. Europa zit niet te wachten op een onafhankelijk Vlaanderen. Nederland zit niet te wachten op een onafhankelijk Vlaanderen. Wat ga je dan doen met dat Vlaanderen? En er is nog een tweede Catalaanse les. We hebben gezien dat toen die Catalaanse regioregering eenzijdig de onafhankelijkheid afkondigde, of zelfs toen dat ze al dreigde van dat te doen, of aankondigde van dat te doen, dat een aantal bedrijven administratief verhuisd zijn. Ja. Hetzelfde gaat volgens mij in Vlaanderen gebeuren de dag dat je een beetje overhaast gaat dreigen met Vlaamse onafhankelijkheid, omdat er zijn weinig mensen zo internationalistisch als aandeelhouders. Die kijken niet naar nationale vlaggen, nee. Die kijken naar de cijfers, naar de winstprognoses, naar de opbrengsten. Mm-hmm. En die zeggen, als wij met zo'n onafhankelijkheid in turbulent water, in woelig water komen, ja, dat gaan we niet doen. Dus nee, als het in België rustiger is, België is tenminste een lidstaat van de Europese Unie, en daar zitten we goed, daar gedijen we goed, dat is een grote markt, en dan hebben we... En in Vlaanderen zitten we dan in een soort enclave, mm-hmm. zo'n beetje een Kosovo aan de Noordzee. Maar wat gaan we daar dan moeten doen? Mm-hmm. Plus dat de verankering van Vlaamse bedrijven om de Vlaamse economie sterker te maken, wat altijd het paradepaardje is geweest van de Vlaamse regeringen, van Gaston Geens tot Luc van den Branden tot Chris Peters, etc., dat eigenlijk een illusie is geweest, hè, waaraan dat je ziet dat die mensen internationalistischer zijn dan dat ze zeggen. Hè. Niemand verankert in Vlaanderen. Als je dat op een of andere manier zou beperken in actieradius als bedrijf, of in winstmogelijkheden of uitbreidingsmogelijkheden, etc. Mm-hmm. Fernand Huts doet zich voor met zijn tentoonstellingen als God de Vader, die met zijn miljoenen eigenlijk een beetje de Vlaamse identiteit gaat oppoken. Anderzijds, als hij hier bedreigd wordt met je moet hier belastingen betalen of meer belastingen betalen, het eerste dat die man zegt, dat is, als ik hier getreiterd word, ben ik ermee weg. Ja, inderdaad. Dat is gewoon een economische realiteit. Ja, dus simpel is het eigenlijk. Ja. We gaan de stap maken volledig naar Catalonië. Mm-hmm. Nu, de meeste, je hebt het zelf al gezegd, de meeste mensen hebben de indruk dat het de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd vooral een nationalistisch gegeven is, een nationalistisch gevoel. Maar ik kan me niet indenken dat er... Allee, mijn concrete vraag aan u is van, hoe zit het met de arbeidersbeweging in Catalonië? Hoe staan die nu tegenover heel dat verhaal? We hebben nu van de week Ada Colau gehad, die had duidelijk zich uitsprak tegen Puigdemont en zijn trawanten en zijn aanhangers. Mm-hmm. Die zegt van, we zijn hier compleet verkeerd bezig. Dus je ziet toch wel dat het geen homogeen gebeuren is daar. Mm-hmm. Voilà. Wel, dat is ook een goede vraag, omdat het sociaal-economische in Catalonië en de arbeidersbeweging totaal ondergesneeuwd is geraakt in heel dat debat tussen al die nationalismen. Want tegenover het Catalaanse nationalisme heb je het Spaanse nationalisme. We mogen niet vergeten, je hebt nu een heropleving, een sterke heropleving van het Catalaanse nationalisme, maar daardoor ook van het Spaanse nationalisme. Nu, in Catalonië heb je... een zeer sterke arbeidersbeweging. Het is een van de meest geïndustrialiseerde Spaanse regio's. Dat is historisch zo. Al in het begin van de 20e eeuw had je rond de textielnijverheid bijvoorbeeld, maar ook een aantal andere nijverheden, industrialisering in Catalonië en het ontstaan van vakbonden. In Catalonië was dat dan historisch anarcho-syndicalistische vakbonden, de CNT, etc. Mm-hmm. Een van de erfgenamen daarvan vandaag is bijvoorbeeld de vakbond CGT, niet te verwarren met de Franse CGT, dat een vooral in Catalonië ingeplante anarcho-syndicalistische vakbond is, die bijvoorbeeld zeer sterk aanwezig is in
bij het openbaar vervoer in Barcelona, waar ze stakingen voert, ook onder Ada Colau, en in een aantal grote en middelgrote bedrijven. Die mensen zijn zeer nationalistisch. Dus die staan eigenlijk qua voorstellen, die stonden achter die eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. En waarmee heeft dat te maken? Dat is niet het nationalisme dat wij het centernationalisme zouden noemen, hè, van de rijken die zich willen afscheiden van de armen. Maar dat is eigenlijk het nationalisme dat gekleurd is geweest door de Spaanse 20e eeuw. Hè. We hadden vrijheden onder de linkse Spaanse Republiek, of de overwegend linkse Spaanse Republiek, die zijn afgenomen telkens het in Madrid autoritair werd. Toen het burgeroorlog was, hebben we gevochten. We zijn mee verloren in de burgeroorlog. We hebben 40 jaar dictatuur op ons dak gehad. Dat was niet alleen een verbod op Catalaans spreken, dat was ook een verbod op u als arbeider organiseren. Dus ja, je had clandestine organisaties, clandestine stakingen, dus niet toegestane stakingen, je had et cetera. En dat zijn mensen die nu de actie van Madrid zien als opnieuw het intrekken van een zekere autonomie vanaf 2006, wanneer het Catalaanse autonomiestatuut door Madrid door het grondwettelijk hof in Madrid geblokkeerd wordt. En die mensen die zeggen, kijk, wij willen van dat autoritaire rechtse Spanje af. En dus een groot deel van de Catalaanse arbeidersbeweging denkt op die manier, op het vlak van vakbonden. Niet de nationale vakbonden, Comisiones Obreras, eerder communistisch gezind, vroeger alleszins, en UGT, socialistisch gezind. Maar de echte Catalaanse vakbonden, zoals in Baskenland eigenlijk ook, de Baskische sociale organisaties zijn zeer nationalistisch, allebei vanuit een soort anti-autoritarisme, et cetera. Of dat een goede zaak is voor de Catalaanse arbeiders van in een onafhankelijk Catalonië terechtgekomen dat door niemand erkend wordt, dat is natuurlijk een andere vraag. Maar nu is die botsing met dat Spaans nationalisme, met die rechtse regering zo groot, dat die mensen op dat standpunt zijn gaan staan, zoals een groot stuk van het Catalaanse middenveld en een groot stuk van een aantal linkse politieke krachten, radicale linkse politieke krachten. Zij gebruiken niet graag het woord nationalisme of separatisme. Zij gebruiken de idee van het recht op zelfbeschikking. En ik heb vandaag vernomen op een seminarie met juristen aan de Universiteit Antwerpen. Het recht op zelfbeschikking is iets dat internationaal ergens een erkend idee is. Maar er is geen enkele grondwet die een deel van zijn volk toelaat om zichzelf af te scheuren. Er is één uitzondering wereldwijd en dat schijnt Ethiopië te zijn. Dat heb ik vandaag althans gehoord. Mm-hmm. Dat was zeer interessant. Ja. Spanje behoort daar alleszins niet bij. Ja. Als je probeert af te scheuren, dan zegt men dat is onwettelijk, dat is tegen de grondwet en dus kan er opgetreden worden en komt er een hele legalistische machine in gang die gezorgd heeft voor wat we vandaag gezien hebben. Daarnaast heb je, als je in Catalonië zit, eenzelfde legalistische logica die je kan ontrollen, namelijk wij hebben een plebiscitaire verkiezing gehouden, we hebben een meerderheid aan zetels, we hadden gezegd dat we een roadmap naar onafhankelijkheid gingen uitrollen, we hebben dat gedaan, we hebben een referendum gedaan, mensen hebben daar ja gestemd, of dat het een meerderheid was of niet, zwart, maar mensen hebben ja gestemd, en dus nu hebben we de onafhankelijkheid verklaard, en dus wat is het probleem? Dus je krijgt daar een botsing van twee soorten nationalisme. Binnen dat Catalaanse nationalisme heb je een aspect van centernationalisme. Zoals je dat bij het rechtse Vlaams nationalisme hebt, zoals je dat in Noord-Italië hebt. Mm-hmm. Namelijk, Catalonië is voor een stuk welvarend en kan het beter af alleen in Europa dan met Spanje. Het zijn meestal mensen die vergeten dat je als lidstaat in Europa ook solidair moet zijn met zwakkere natiestaten, dat er ook een soort van herverdeling speelt en dat er ook geld gaat naar arme regio's, et cetera. Mm-hmm. Maar goed, daar maken ze dan even abstractie van.
Maar die centernationalisten die hebben zich in Catalonië nooit ontpopt tot separatisten. Die hebben altijd geprobeerd van te marchanderen met Madrid. Hè. Je hebt die ook aan het hoofd van de Baskische regering op dit ogenblik. Wel, die hebben een paar maanden geleden de begroting van het minderheidskabinet van Mariano Rajoy mee goedgekeurd. Mm-hmm. Omdat je tijdens al die decennia dat je dat deed, kon je dan altijd een beetje gedaan krijgen en sloot Madrid de ogen voor dit of dat, et cetera. Nu, daar is een kink in de kabel gekomen met die botsing rond dat autonomiestatuut. En dan zijn die mensen ongewild op een koers gekomen richting onafhankelijkheid. Bij die linksen, die radicaal linksen die voor afscheiding zijn, ligt dat anders. Die zeggen het recht op zelfbeschikking gaat voor ons bovenop alles. Wij willen een links Catalonië. Wij hebben daar binnen Catalonië de mensen voor, een meerderheid voor, et cetera. Ik weet niet of mensen dat gezien hebben, maar toen gedreigd werd van met artikel 155 de autonomie van Catalonië af te nemen, heeft de regering een filmpje, het Catalaanse parlement beter gezegd, een filmpje laten maken, waarin een jonge vrouw vertelt welke wetten het Catalaans parlement allemaal de afgelopen periode gestemd heeft. Dus het gaat over het parlement. Dus dat wil zeggen dat die regering daarvoor ook de steun heeft gekregen van de linkse partijen die ook niet nationalistisch zijn, et cetera. En bijvoorbeeld de afschaffing van het stierenvechten. In Catalonië is het stierenvechten verboden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een aantal wetten die de rechten van de vrouw versterken. Een aantal wetten rond klimaat, milieu, et cetera, mm-hmm. Dus progressieve wetten. En dat is wat voor die linksen telt, omdat zij ervan uitgaan dat dat vandaag binnen Madrid, binnen het Spanje van de Partido Popular en de partijen die haar steunen, dat dat niet mogelijk is. Mm-hmm. Als je dan spreekt over Ada Colau. Ada Colau is burgemeester van Barcelona. Zij is nu ook, zij ligt nu ook aan de basis van, in het SOG, van de partij die ze heeft samengekneed rond haar kandidatuur voor dat burgemeesterschap van Barcelona. Dat is nu een partij op Catalaans vlak. Dus Catalunya en Comú. Met de laatste regioverkiezingen, met de laatste federale verkiezingen voor het Spaans parlement, was dat de grootste partij in Catalonië. En dus zij staan op een standpunt, inderdaad, zoals je terecht zegt, tegen de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring, maar ook tegen de actie vanuit Madrid, tegen het sturen van die politiemacht, tegen artikel 155, et cetera. Ada Colau heeft nu het pact dat zij had op het niveau van de stad Barcelona met de socialisten, heeft ze verbroken omdat de socialisten artikel 155 mee hebben goedgekeurd en ermee achter blijven staan. Dat maakt dat het burgemeesterschap van Barcelona nu zeer wankel is, dat ze voor elke belangrijke stemming telkens een meerderheid moet zoeken. Waarschijnlijk gaan een aantal nationalistische partijen in de gemeenteraad zich dan onthouden, waardoor haar voorstellen erdoor komen. Mm-hmm. Maar waar zij wel voor is, en daarvan zie je dat dat recht op zelfbeschikking iets is dat in Catalonië wel heel fel verbreid is, is namelijk, zij verdedigt ook het recht op zelfbeschikking in de vorm van wat ze noemen een afgesproken referendum, een onderhandeld referendum. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook het standpunt van Podemos, waar Ada Colau geen lid van is, maar waar ze nu mee samenwerkt. Namelijk, de Catalanen hebben recht om zelf te beslissen. Dat is de essentie van zelfbeschikking. In hun plaats, dus wij vinden dat ze dat moeten kunnen doen. Maar wij zelf zouden dan aan hen willen vragen, beslis zelf, maar beslis om bij Spanje te blijven. Want we hebben jullie nodig om samen Spanje te veranderen. En als we Spanje kunnen veranderen, niet alleen sociaal-economisch, maar ook institutioneel, dan moeten we samen tot een Spanje komen waar en die naties en de werkende mensen, et cetera, zich allemaal een stap vooruit zetten. Dus dat is de idee. Mm-hmm. En het grote struikelblok tot nu toe is de houding van de Socialistische Partij in Spanje. De Socialistische Partij
steunt het minderheidskabinet van de Partido Popular. Zij heeft 84 zetels in het huidige parlement. Volgens de peilingen zouden ze er ook nog op vooruit gaan, moesten er nu verkiezingen zijn. En moest de Socialistische Partij de gedoogsteun aan het kabinet van Mariano Rajoy opgegeven hebben, dan had hij niet artikel 155 kunnen doorvoeren. Dan had hij zelfs geen regering meer gehad, geen meerderheid meer gehad. En dan had je kunnen met de Catalaan, dan had je de lont uit het kruidvat kunnen halen, dan had je geen mensen in de gevangenis moeten steken en dan had je een referendum kunnen afspreken, zoals in Schotland bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan had je ook tijd kunnen winnen, de gemoederen kunnen bedaren en dan had je in Spanje een soort van linkse regering op de been kunnen brengen, die niet alleen links is op het vlak van halt aan de eenzijdige besparingen en de trojka-maatregelen, et cetera, maar die ook een beetje op een wel de dialoog aangaat, bijvoorbeeld met Catalonië en met andere regio's en een soort federalisering zou doorvoeren. Maar dat is nu niet aan de orde natuurlijk. Dat is niet dus aan de orde. De zaak is compleet ontploft, spreken. Want uiteindelijk... België is ongewild ook mee in het toneel getrokken. Heel het conflict, het is eigenlijk een conflict, hè, speelt zich af in Brussel. Want binnenkort gaan we in Brussel een grote Catalaanse manifestatie zien. Mm-hmm. Ja, wat gaat de toekomst brengen dan, denk ik? Wel, een eerste grote vraag is, dat is wat zullen de Belgische rechters doen? Wat zullen de Belgische rechters doen? Gaan ze Puigdemont uitleveren aan Spanje of zullen ze hem niet uitleveren? Dat is een eerste vraag. We hebben geen glazen bol, dus we gaan het niet weten. Tweede vraag is, er gaan verkiezingen doorgaan op 21 december. Ja. De lijstvorming in Catalonië is nu bijna zo goed als rond. En hoe zal Puigdemont vanuit Brussel op die verkiezingen kunnen wegen? Hij zal niet naar Catalonië kunnen zolang dat het Belgisch gerecht zich niet heeft uitgesproken. Dat was een van de voorwaarden, dat hij vrij mocht zijn, maar hij moest in België blijven. En als ze zeggen dat hij wordt uitgeleverd, dan zal het niet zijn om deel te nemen aan de verkiezingen, maar om naar Madrid te gaan, naar de rechtbank. Als hij anderzijds door België niet wordt uitgeleverd, dan kan hij moeilijk naar Spanje gaan, want daar is hij nog altijd. Dus hij gaat als een soort martelaar van op afstand proberen een impact te hebben op die verkiezingen. Dat is allemaal koffiedik kijken of dat lukt. Hij is alleszins zijn partner in zijn coalitie kwijt, de linkse republikeinen van Catalonië, die zelf gaan en die trouwens in de peilingen vooruit zouden gaan, in tegenstelling tot de partij van Puigdemont. Maar goed, in België zelf zien we dat die Catalonië-kwestie natuurlijk ineens op het eigen bord ligt. Hè. De N-VA die zich heeft sterk gemaakt dat ze een vriend hebben die ze niet in de steek laten, hè, de woorden van Bart de Wever. Maar wat zal de N-VA doen als er beslist wordt van Puigdemont uit te leveren? Mm-hmm. Als de vriend wordt uitgeleverd. Mm-hmm. Ik vermoed dat zij zullen zeggen, kijk, de scheiding der machten, het gerecht beslist dat, wij gaan daar niet intussen komen. Mm-hmm. En want dat ze dan met betraande ogen de vriend zullen moeten laten gaan. Want eigenlijk, als ik iets mag zeggen in verband met heel die zaak, ik vind N-VA eigenlijk een beetje hypocriet. Mm-hmm. Langs de ene kant hangen ze hun kantoren vol met Catalaanse vlaggen, hoor je verschillende mensen zich uitspreken ten voordele van Puigdemont, maar langs de andere kant, ze steunen Michel. Ja, en Michel wordt dan ook op zijn beurt gesteund door Rajoy. Ja, maar dat is precies zoals dat de N-VA ook het communautaire in België aanpakt. Dus zij besturen mee in de federale regering. De prioriteit is wat zij het herstelbeleid noemen, dus het neoliberale beleid zoals dat we het vandaag kennen. En dat laten ze niet verstoren door niets of niemand. Want als de N-VA, zoals je terecht insinueert,
coherent zou zijn, hè, samenhangend zou zijn, zouden ze zeggen, we staan achter de Catalanen, we hangen niet alleen de vlag van de Catalanen omhoog, maar als Belgische regering slaan we ook op de Europese tafel. Het drama voor Puigdemont is dat hij een Europese droom had, namelijk een onafhankelijke Catalaanse staat in Europa, en dat niemand in Europa achter hem gaat staan. Ook België niet. Er is een betonnen afspraak van iedereen staat achter de lidstaat Spanje. En de N-VA volgt daarin. Natuurlijk is op dat moment gelukkig Michel premier en moeten ze dat allemaal niet zelf zo gaan uitleggen, maar effectief, ze zeggen niet halt, Michel, wacht, hier in de regering, meneer Van de Put, meneer Jambon, mevrouw Demir, zeggen wij hebben hier een groot probleem, wij vinden dat België naar Europa moet gaan en zeggen wij steunen wel de Catalanen. Dat wordt niet gedaan, nee, inderdaad. Dus daaraan zeg ik, het is een beetje compensatiegedrag, die vlaggen, het uitroepen van vrienden, et cetera, voor iets dat niet echt hun prioriteit is en dat hen eigenlijk zeer ongelegen komt, want dat is een beetje gênant. Anderzijds, en dat moet ook wel gezegd worden, je hebt natuurlijk binnen de N-VA en rond de N-VA en in de Vlaamse beweging mensen die oprecht wel voor die Catalanen zijn en die wel vinden dat er op tafel moet geslagen worden en die wel vinden dat het jammer is dat de N-VA niet bougeert, et cetera. We kennen allemaal mensen zoals Bart Maddes, mensen zoals rond het medium Doorbraak, maar ook leden en mandatarissen van de N-VA die oprecht wel samenhangend voor die Catalaanse onafhankelijkheid zijn. Ik zeg niet dat je daarvoor of daartegen moet zijn, maar die mensen zijn wel coherent. Maar de koers van de partij is natuurlijk inderdaad een beetje hypocriet, zoals je zeer terecht zegt. En wat ik me dan eigenlijk ook ineens erbij afvraag, van, het blijft stil in bij ons, bij de linkerzijde. Ja. Heel stil. Ja, dus dat is iets dat een beetje pijn doet, vind ik. Omdat er is niemand die vraagt aan de linkerzijde om aan de kant van Puigdemont te gaan staan. Er is niemand die vraagt aan de linkerzijde van de Catalaanse vlag op het partijhoofdkwartier te zetten. Er is niemand die vraagt aan de linkerzijde om akkoord te zijn met de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. Maar wat je minstens als linkerzijde wel kan doen, dat is wanneer dat een regering die niet alleen ultra-neoliberaal is, die van de Partido Popular, maar ook door en door corrupt. De partij zelf moet nu voor het gerecht, omdat ze de computers heeft vernietigd, van met de bewijzen van de zwarte kassen van hun vorige schatbewaarder. In hun partijhoofdkwartier. En dat is een van de 100 corruptieaffaires waarbij ze nu over heel het land van hoog tot laag bij betrokken zijn. Ja. Dus neoliberaal, corrupt en autoritair en gewelddadig in de Catalaanse zaak. Dat moet je als linkse partij wel veroordelen. En dat je bijvoorbeeld geen John Crombé hoort. Ik zou zeggen geen Peter Mertens, maar goed. En geen Meirem Almaty. Dat doet wel een beetje pijn, ja. Dat doet wel een beetje pijn. En ik zeg dat omdat dat die mensen als een boemerang in hun gezicht dreigt te komen. Hè. Want meneer Rajoy bijvoorbeeld heeft een voorgeschiedenis. Heeft een voorgeschiedenis toen de indignados die iedereen nu knuffelt en naar wie iedereen verwijst. En Ada Colau wordt ineens op een piedestal gezet door al die linkse mensen. Maar die komen uit een periode van 3-4 jaar massale sociale strijd, pleinbezettingen tegen die besparingspolitiek en tegen die corruptie. Die hebben matrakslagen gekregen. Die hebben zeer repressieve wetten over het hoofd gekregen om te vermijden dat ze nog langer effectief actie zouden kunnen voeren. Wel, het is diezelfde regering die dat doet met dezelfde middelen nu tegen die Catalaanse mensen die, je hoeft er niet mee akkoord te zijn, maar ze komen massaal op straat en ze komen vreedzaam op straat. En ze brengen een politiek issue. Namelijk de kwestie van hun zelfbeschikkingsrecht. En dat je daar als linkse afzijdig bent of monddood blijft,
Dat is iets dat je zal blijven achtervolgen, volgens mij. Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad... ik denk, je merkt het inderdaad als je de social media bekijkt, de discussies die zich daar afspelen. Het is voor heel veel mensen aan ter linkerzijde een heel verwarrende situatie. Ja, dat is duidelijk. Mm-hmm. Ja. Dat is duidelijk. Nu, op zich is dat natuurlijk ook niet verwonderlijk, omdat... Allee, elke internationale problematiek is voor ons altijd complex. We hebben het daar straks over ons eigen land gehad, ook al complex. Ja. Dus het is niet gemakkelijk. Maar ik vind, de vraag is niet, wat zou jij doen? Wat vind je dat er moet gebeuren in Catalonië? Dat niet. Laat de Catalanen moeten beslissen wat er met Catalonië moet gebeuren. En de Spanjaarden moeten beslissen wat er met Spanje moet gebeuren. Maar er zijn een aantal dingen die je als progressief of als democraat toch moet kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, waarom is het geen probleem om te zeggen van die Poolse, die Hongaarse regering, of binnenkort die Tsjechische regering, of binnenkort die Oostenrijkse regering, dat dat autoritaire verglijdingen zijn? Waarom is het geen probleem, hoop ik toch, van te zeggen dat het regime van meneer Erdogan in Turkije, dat dat stilletjes aan naar een sterke staat evolueert, dat oppositie daar monddood wordt gemaakt, dat die gevangenissen vol zitten met leerkrachten, professoren, etc. En waarom is het plots een probleem om iets te zeggen over Spanje, terwijl daar een aantal gelijkaardige tendensen, zeg ik, zich voordoen, en dat ze bovendien corrupt zijn van de top van hun neus tot de nagels van hun tenen. En natuurlijk, de Partij de Popular, zitten daar ook frankistische elementen nog altijd in. De geschiedenis... De partij heeft wortels in het frankisme, maar... Ten eerste zijn de mensen van vandaag te jong om rechtstreeks banden met het frankisme gehad te hebben. Mm-hmm. Maar het is een beetje, vergelijk het met mensen in Vlaams-nationalistische partijen hier. Dat zijn vaak mensen die uit families komen, die na de oorlog geleden hebben en ergens wordt dat voortgezet. Dat wil niet zeggen dat die mensen vandaag voor de collaboratie zijn of voor een extreemrechts regime. In Spanje heb je dat ook, de meeste kaders van Partido Popular komen natuurlijk uit families die in de Franco-periode aan de kant van de dictatuur stonden en daar ook kleine voordeeltjes hebben gehad, zoals bijvoorbeeld al hun kinderen te kunnen laten studeren aan een universiteit. Hè. Mm-hmm. Dat is moeilijk als je ouders republikein zit en de vader zit in de gevangenis en de moeder moet 5 kinderen verzorgen. Ik denk niet dat er dan veel aan de universiteit studeren. Zo gaat dat in een land met zo'n tweedeling. Maar je hebt wel een aantal zaken. Dat is namelijk dat die Partido Popular en haar voorganger, de Alianza Popular, dat die gesticht is geweest door mensen die een grote rol hebben gespeeld in het Franco-regime. Dat die mensen ook nooit daarop gewezen zijn geweest. Dat toen die Alianza Popular omgevormd werd tot Partido Popular, de eerste voorzitter nog steeds de man was die, Manuel Fraga, die de grote eigenlijk man was uit de dictatuur die de democratie mee inging. En daar is nooit op teruggekeken, berouwvol of sorry, etc. En je merkt dat aan iets dat zeer pijnlijk is. Er zijn in Spanje vandaag nog steeds tussen de 100 en de 130.000 doden in massagraven, die na de periode van de burgeroorlog of tijdens de burgeroorlog zijn doodgeschoten en in putten gegooid. Mm-hmm. Dat cijfer is een zeer realistische schatting. En je hebt sinds een aantal jaar een beweging van onderuit van mensen die probeert die plekken op te zoeken, die mensen op te graven, te identificeren en een deftig graf te geven. Waarom? Omdat dat de kleinkinderen zijn die op zoek zijn naar hun grootvaders. Mm-hmm. Hè? En wat je dan ziet, bijvoorbeeld, dat is dat in de autonome regio's of de grondgebieden van de gemeentes waar de Partido Popular de macht heeft, dat ze dat soort acties met klem saboteert, weigert te ondersteunen, belachelijk maakt, etcetera, etcetera. Ja. En in die zin kan je zeggen, ja, als je dat doet, ja, dan maak je jezelf toch wel verdacht van enige familiariteit met de Franco-periode. Mm-hmm. Ja, ik kan eens kijken, we zijn heel lang live, al een half uur langer dan eerst gezegd, op zich geen probleem.
Wat verwacht jij in de nabije toekomst als we dan over Catalonië spreken? Als jij een glazen bol zou hebben? Wel, ik denk dat die verkiezingen van 21 december een belangrijk moment worden. Het is jammer dat ze onder artikel 155 gaan plaatsvinden. Dat is eigenlijk ook schandalig. Het had beter geweest dat de Catalaanse regioregering ze zelf hadden afgeroepen enige tijd terug. Mm-hmm. Maar toch, desalniettemin, zal iedereen eraan deelnemen. Ook de radicaal linkse coup die zegt die verkiezingen zijn illegitiem. Toch heeft ze beslist van eraan deel te nemen. Dus dat wordt een belangrijke graadmeter om te zien welke de temperatuur is in Catalonië en wat de mensen in Catalonië denken. Mm-hmm. Het is niet gezegd dat de partijen die voor artikel 155 zijn, namelijk Partido Popular, Ciudadanos en de Catalaanse Socialisten, dat die samen een meerderheid gaan hebben. Mm-hmm. We weten het niet. Het kan zijn dat de onafhankelijkheidsgezinden zogezegd beloond zullen worden. Het kan ook zijn dat ze afgestraft worden. Maar het is een eerste belangrijke moment om te zien hoe de kaarten nu liggen, welke regering er dan gaat komen. Maar dan is ook de vraag, stel dat het resultaat onwelgevallig is voor Madrid. Ja. Dan kan alles opnieuw beginnen, want stel als die onafhankelijkheidsgezinden samen aan een meerderheid komen, opnieuw een regering vormen, ja, dan zit je terug aan het nulpunt met dat verschil dat artikel 155 nog steeds van kracht is. En dat is waarom dat je moet zeggen, als progressief buiten Spanje, op die manier kan je geen serene, democratische peiling van je bevolking organiseren en moet dat artikel 155 teruggedraaid worden. Mm-hmm. Want het is belangrijk dat we weten wat de Catalanen, een meerderheid van Catalanen, nu eindelijk zelf denken. Mm-hmm. En dat kan je enkel maar weten als ze vrijuit, democratisch, op een serene manier kunnen gaan stemmen en dat die stem en die meerderheid dan ook van kracht wordt. Mm-hmm. Voilà. Ik denk dat we rond bij zijn. Deze gaan afsluiten. Bedankt alleszins. Graag gedaan, voor deze Dennis. Ja. Bijzonder interessante avond. Ik heb zelf heel veel bijgeleerd. Zoals ik al straks zei, ik ben geen boekenlezer, maar voilà, ik weet nu, ik weet nu alles, of toch veel. Je boek, ik kan het even erbij pakken. Voilà, dit is het. Hoeveel kost het? Het boek kost in de boekhandel, dus de volledige titel is Met dank aan de overkant, een politieke geschiedenis van België, uitgegeven bij uitgeverij Polis. Het boek kost in de boekhandel €22,50. Dus ik zou zeggen, rep u naar de boekhandel en schaf u een exemplaar aan. En jij hebt het deze dagen enorm druk. Mm-hmm. Hè? Je bent niet weg te slagen van boekbesprekingen, maar ook van de VRT. Dus ik denk dat de mensen jou sowieso nog veel gaan zien, denk ik. Hè? Ja. Wel, we zullen zien in de mate dat ik een beetje duiding kan brengen of een beetje historische context, doe ik dat allemaal met zeer veel plezier. Ja. Ja. Oké, bedankt Vincent. Graag gedaan, Dennis.